Wat we zien hier in Amsterdam Zuidoost, dat hier gigantisch veel geld wordt verdiend door heel veel bedrijven. Maar we zien ook dat de welvaart niet eerlijk wordt verdeeld. Er wordt nergens in Nederland zoveel geld verdiend als hier in Amsterdam Zuidoost. Tegelijkertijd zien we ook wel veel problemen bij de bewoners in Amsterdam Zuidoost. Dus bijvoorbeeld een hele hoge jeugdwerkloosheid. En dat is een probleem die wij willen aanpakken. En wat wij belangrijk vinden is dat er een eerlijke verdeling van welvaart en kansen komt. En het principe van community wealth building is een economie die ingericht is voor de gemeenschap. Dus je gaat samen met de gemeenschap aan de slag en de ondernemers en maatschappelijke organisaties om die ongelijkheid tegen te gaan. Het is een idee wat uit de Verenigde Staten en Engeland komt, maar waar wij gezegd hebben, wij gaan eerst met de gemeenschap zelf spreken, met de bewoners, met de ondernemers. En daar zijn allerlei ideeën uit voortgekomen en daar is uiteindelijk het programma uit voortgekomen van Community Wealthbuilding, wat we nu aan het uitvoeren zijn uit Zuidoost. Dus het is in de basis ligt voor een belangrijk deel in Zuidoost zelf. Nou, Zuidoost is een prachtig stadsdeel met heel veel waarde. Het is hier groen, er is hier ruimte, er is hier heel veel ruimte voor ondernemerschap. En we zien ook dat er natuurlijk heel veel gebouwd gaat worden. Hier is de groei van de stad. Dus hier heb je ook de kans en de mogelijkheid om in een positie te komen als gemeente, als overheid, om eisen te stellen aan partijen dat ze die waarde terug gaan geven aan de gemeenschap. Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat wij met een bedrijf als ABN AMRO, die wilde hier een nieuw kantoor maken. Daar hebben we gezegd, u bent super welkom hier in Zuidoost. Maar wij willen wel dat wij een afspraak met u maken dat er een heleboel arbeidsplaatsen die hier komen voor mensen uit Zuidoost zijn. Dat er een heleboel stageplekken van leerlingen uit Zuidoost komen. Dat soort dingen spreken we af, maar ook echt met harde afspraken, met aantallen en dat ze dat gaan doen. Nou, een heel belangrijk ankerinstituut waar we mee samenwerken is de Johan Cruijff Arena. Zij zien zichzelf ook als niet alleen maar een stadion, maar een partij die ook waarde in de gemeenschap wil teruggeven. Dat doen ze op verschillende manieren. Bijvoorbeeld, samen met hun hebben we sterk het 1000-banenplan ontwikkeld, Zuidoost werkt, met het idee om met de ondernemers hier, met de bedrijven in Zuidoost en de mensen in Zuidoost samen banen te creëren. Nou, dat loopt heel goed. We hebben nu van de 1000 er ruim 700 gerealiseerd. Nou, Zuidoost is heel erg belangrijk voor de arena. Niet op de laatste plaats zijn onze buren. Dus je moet goed omgaan met je buren en je moet ook kijken hoe je kunt samenwerken en kunt samenleven met de buren. Dus ja, we hebben een grote impact op dit gebied. Dus ja, wij willen dat zo goed mogelijk doen en zo leefbaar mogelijk houden. Wij hebben eigenlijk contact met alle lagen van de samenleving. Hè. Iedereen komt hier over de vloer. Dus ja, het is een uniek gebouw, een unieke gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan en met elkaar in gesprek te gaan. Van goh, wat kan ik nou voor jou betekenen en hoe kunnen we nou waarde creëren voor elkaar? Dus wij hebben continu overleg als het gaat bijvoorbeeld thema's als werk of thema's als de energietransitie. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat iedereen profiteert van deze beweging en iedere liter een stap maken met elkaar? Nou, wat we juist heel erg belangrijk vinden is dat dus buurtbewoners daar ook meer zeggenschap in krijgen. Dus in de vorm van coöperaties. Wat je dan ziet is op het moment dat buurtbewoners daarbij betrokken zijn, is dat wat het beste is voor de buurt dan ook echt daadwerkelijk naar voren komt. In plaats van, ik zou zeggen, anonieme aandeelhouders. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Wat is er goed voor de buurt? Nou, mijn ervaring als lokale bestuurder is dat in toenemende mate bedrijven zich bewust zijn dat zij ook een waarde lokaal moeten realiseren. En deels is dat omdat wij daar eisen aan stellen. Maar deels zie ik ook wel een intrinsieke motivatie ontstaan. Mijn vader is Toko Kahing, is al sinds 1975 hier in de Bijlmer. En ja, mijn vader werkt nog elke dag hier, dus we zitten echt wel een deel van de buurt als het ware. Het belangrijkste voor mij om echt verbonden te zijn met de buurt, is omdat ik de buurt en het winkelcentrum zie als mijn achtertuin. En daarom vind ik het belangrijk dat voornamelijk lokale ondernemers ook hun verantwoordelijkheden nemen door ook zich in te zetten voor de buurt. Wij zijn een aantal jaar geleden, 2 jaar geleden, zijn we een consortium begonnen met de buurtbewoners en andere betrokken partijen om een
coin te ontwikkelen, zodat we traceerbaarheid van het geld konden terugvinden. En waarom traceerbaarheid? Omdat we het belangrijk vinden om het geld binnen de community te houden. Want wat gebeurt er heel vaak? Op het moment dat geld wordt gespendeerd in de buurt, kan het ook maar zijn dat het uiteindelijk bij de mediamarkt terechtkomt of bij een andere groot bedrijf. En wat wij graag zien is dat als wij een coin creëren en de coin uiteindelijk binnen de community blijft, dat de community daarin van gaat floreren. Het belangrijkste is dat we met z'n allen uiteindelijk de doelstelling willen hebben om het geld te laten renderen en te laten floreren naar de bewoners en voor wie we uiteindelijk hier ook uiteindelijk aan het werk zijn. In mijn optiek is de overheid zich onvoldoende bewust, zijn gemeenten zich onvoldoende bewust van hun positie die zij hebben om dit te kunnen doen. Wij moeten veel meer dat bewustzijn en veel meer in de positie gaan nemen die we best hebben op een aantal plekken om voorwaarden te stellen om de gemeenschap, de gemeente, te laten groeien op een manier zoals wij willen. En door juist die relaties te gebruiken en daarop in te zetten, kunnen we dit verder stimuleren. Ik zie wel wat verandering bij de gemeente. Je ziet dat de gemeente veel meer doet aan het democratiseringsproces en de stem weer graag wil teruggeven aan de bewoners en aan andere partijen. En ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om vooral met de open visie met elkaar in conclave te blijven en in communicatie te blijven. Uiteindelijk gaat het om een duurzame oplossing. Dat betekent dat iedereen die hier woont en werkt betrokken moet zijn bij het bedenken van een oplossing. Dus ja, de gemeente speelt een hele belangrijke rol, maar ook het bedrijfsleven en ook de burgers zelf.